Hoi en welkom bij Probleem Met. Ik realiseerde me onlangs dat het misschien verstandig is om een video te maken om uit te leggen waarom ik verhoudingsgewijs zo vaak en zoveel video's maak over Probleem Met. Het lijkt alsof ik echt helemaal bovenin de hoeveelheid problemen zit. En dat klopt ook. En ten opzichte van anderen lijkt het wel alsof ik het probleem ben. Maar dat is natuurlijk niet zo. Hey, anderen zijn op dit punt het probleem. Als je op dit moment na deze uitspraak nog niet hebt afgehaakt, dapper, heel goed van je. Blijf alsjeblieft even luisteren. Want dan wordt het nu wat meer duidelijker van waarom dit speelt en waarom ik zoveel upload. Het heeft te maken met deze vier dingen die hierop staan. Een associatief brein, een groot rechtvaardigheidsgevoel, dat ik autisme heb en als laatste dat ik heel dolgraag een gelukkig leven wil leiden. Laten we eens beginnen bij de eerste. Een associatief brein. Bij een associatief brein komt eigenlijk alles binnen. Zoals je ook ziet, vierkantjes, driehoekjes, rondjes, noem het maar op. De meeste mensen zijn niet zo gebouwd. Daar komt alles of binnen als vierkantjes, of binnen als driehoekjes, of binnen als rondjes. En het past allemaal heel mooi bij elkaar. Het werkt allemaal. Maar laat ik nou net, weliswaar vanwege mijn autisme, maar laat ik nou net het probleem, het nadeel hebben dat voor mij dit dus niet zo werkt. Bij mij komt het allemaal als losse onderdelen, fragmenten en flarden binnen. Typisch autisme. En daardoor ontstaat dus ook dat ik een aantal dingen niet zo goed kan en een aantal dingen wel heel goed. Wat dus gebeurt, als ik dat even verder mag illustreren. Als je Robert hebt, dan je hebt zo die tijdlijn. Dit is de start en dit is de finish. Dan ben ik ontzettend goed daar en daar. Echt onverslaanbaar. Maar kom je iemand anders tegen, die geen Robert is, even zo'n NT'er, en we zouden diezelfde tijdlijn zouden maken, die snapt eigenlijk alleen maar bepaalde elementen. Dus bijvoorbeeld, daar komt die machine erbij, nou, uiteindelijk reageert hij daarop, daar, daarop, daarop, daarop en misschien daarop. En that's it. Dus het is compleet tegenovergesteld van waar ik goed ben en waar de ander goed in is. Nou, je voelt het al aan, je sloffen, dat gaat natuurlijk niet echt goed. Dat wordt gewoon een wisselwerking van woorden. En doordat de wereld heel erg gebouwd is op dit stuk, ben je als je dat bent ontzettend in het nadeel. Maar het zorgt dus ook voor iets waar ik heel sterk in ben. Veel mensen kunnen niet verder kijken dan hun neus lang is. Het gezegd is echt waar. Maar ik kan dat wel. Omdat ik het begin en eind kan zien, kan ik figuurlijk gesproken kilometers ver kijken. Ik heb geen verrekijker nodig om iemand anders zijn intenties te zien. Ik heb geen verrekijker nodig om iemands uiteindelijke agenda te zien. Dus ik heb al, als mensen tegen mij 2 of 3 zinnen zeggen, weet ik al wat het einddoel, het eindresultaat is. Zo snel kan ik verder kijken. Maar ik skip wel al die stappen van wat ertussen komt te zitten. Dus als ik mensen moet uitleggen wat het probleem is, waar ze tegenaan lopen, praat ik over dat eindstuk. Maar die mensen die kennen dat niet, die zitten vaak nog helemaal in het beginstuk en die denken, waar heb je het over? Hoe kom je erbij? Wat is dit wat mij overkomt? En daar gaat het al ten eerste al vaak fout. Dan komen we bij het tweede aan, mijn grote rechtvaardigheidsgevoel. Mensen met autisme staan erom bekend dat ze een gigantisch groot rechtvaardigingsgevoel hebben. Bijna ongeëvenaard aan welke andere doelgroep wij onder beschouwt, maar ook.
We hebben misschien niet altijd de activistische inslag zoals sommige andere protestgroepen hebben, die meer vanuit een ideologisch perspectief bekijken. Maar met een groot rechtvaardigheidsgevoel ben je geboren. En daar kun je niet van afstappen. Je hebt dat in een bepaalde mate. Je bent daar heel gevoelig voor of niet. En het leuke is dan ook, mensen met autisme worden vaak gezegd dat ze niet zo empathisch zijn. Maar het is toevallig ook de groep die vaak het hoogst scoort op rechtvaardigheidsgevoel. En rechtvaardigheidsgevoel is direct gelinkt aan empathie. Beetje interessant, leuk feitje. Maar wat een rechtvaardigheidsgevoel ervoor zorgt, is dat er snel conflict ontstaat. Omdat de ander heeft niet door dat hij een conflict veroorzaakt bij mij. En dat gebeurt vooral in de vorm van oplossingen. Of tenminste oplossingen aandragen. Diegene denkt, ik heb een goede oplossing aangedragen. En ik heb zoiets van, je hebt me nu nog meer werk bezorgd dan voorheen. Want, laten we dit gaan, heb ik uitgetekend. Als een oplossing maar één van de drie poppetjes tevreden stelt, is geen oplossing. Als het twee van de drie poppetjes groen maakt, een oplossing zorgt, is het nog steeds geen oplossing. Hier ontstaat al het discussiegebied. Want dan gaan mensen zeggen, ja, maar je kunt niet iedereen tevreden stellen. Nee, dat klopt. Maar wat je wel kunt doen, is dan voor dat rode poppetje dat er is, een alternatieve oplossing zoeken en meewerken daaraan om dat rode poppetje ook groen te krijgen. En pas op het moment dat alle drie de poppetjes groen zijn, mag je daadwerkelijk spreken van een goede oplossing. En als je uit twee componenten bestaat, hè, dat er twee van de drie zijn happy met de linkerhand en één is happy met de rechterhand, dan moet je beide handen presenteren om drie poppetjes gelukkig te maken. Alleen dan kun je spreken van een goede oplossing. Iets waar het gros van de mensen heel gigantisch anders over denkt. Maar ik denk dat ik nog steeds het morele hoge grond hier heb, dat het zou jou maar eens zijn. Het zou jou maar eens zijn dat jij diegene bent die wordt buitengesloten, die wel behoefte heeft aan een oplossing. Echt heel groot behoefte aan. Maar mensen geven die niet aan jou. Puur omdat jij de rechterhand vereist in plaats van de linkerhand om tot een oplossing te komen. Raar, hè? Maar alleen dan is het raar. Als het jij zelf overkomt, maar anderen, nee, dat vinden we niet. Dus dat is het punt waardoor ik ook heel vaak in conflict kom met mensen. Omdat ik ze op dit punt moet onderwijzen. En daar word ik zo moe van. Dat wil ik helemaal niet. Maar dit wordt mensen gewoon niet aangeleerd. Plus, waar mijn haren en nekharen ook van overeind staan. Kijk, ik heb behoorlijk wat nog. Heb ik allemaal verzameld, want daar kan ik het laten zien. Is dat bewijs moet erkend worden. Als mensen iets op papier schrijven, of in video's die ik nu zoiets maak, zoals wat ik hier doe om dingen uit te leggen. Ik krijg serieus, ondervind ik overlast. Van dat mensen moeten doen. Ik heb geen zin om een video te kijken. Maar ondertussen, als ik ze zeg: van ken je het gezegde, een plaatje zegt meer dan 1000 woorden? Iedereen. Ja, die ken ik. Ja. Nou, maar als je dat weet. Als je dat weet, waarom pas je dat dan niet toe? Dus in mijn geval, ik probeer bewijs te vergaren, te laten zien. En dan gaat men er of niet inhoudelijk op in, omdat ze weten dat ze de discussie al hebben verloren. Of ze gaan moeilijk doen en gaan zeggen, ja, dit is niet hoe wij werken, een proces. Dit hier, elke vorm van bewijs moet erkend worden als een bewijs. Straks ga je ook nog zeggen dat als je dan een soort van proefmaaltijd hebt, dat je dan het proeven op schrift moet omschrijven. Dat werkt toch niet zo goed als dat je zelf een label pakt, erin stopt en het zelf eens even proeft en dan denkt van wat je ervan vindt. We moeten het niet zo moeilijk doen, mensen.
Echt waar. Ook procestechnisch gezien moet het gewoon echt op de schop op dat punt. Of we gaan geen enkele vorm van bewijs accepteren, of we gaan wel elke vorm van bewijs accepteren. En dat vind ik heel belangrijk, omdat dat inspeelt op mijn rechtvaardigheidsgevoel. En als ik daarop word geblokkeerd nu, dan heb ik al snel een conflict met mensen. Het volgende is autisme. Ja, het zal wel eens niet. Ik heb hier een zwart balletje getekend. Dit is de vraag. Dat zwarte balletje kan twee kanten op. Die kan naar onderen toe, dit streepjesgebied wat zwart is, de NT'er. Ik zal het er ook nog even bij schrijven. Hè? En hierboven is de autisme. En je zult zien dat de mensen met autisme hebben een kleurtje. Ik heb er nu maar even twee kleurtjes gegeven, maar het kan wel meerdere kleurtjes zijn. Het is heel duidelijk dat in het proces, als jij denkt zoals de meeste mensen denken, dan is de vraag zwart, jij denkt zwart, balletje blijft zwart. Heel simpel verhaal. Maar, als de vraag of de situatie zwart is, jij denkt in zo'n beetje elke mogelijke kleur, maar het is geen zwart, wat wordt dan de kleur van het balletje? Ik wacht even. Ja, hebben we al een antwoord? Nou ja. Ik ook niet. Omdat dat nou juist het probleem is. En dit komt weer terug hierin, dat deze type mensen die hieronder vallen, stelselmatig deze mensen hier zijn. Die altijd buiten de boot vallen. Puur en alleen vanwege hun andere denkwijze, andere opvatting. Omdat hun brein op een bepaalde manier is gebouwd en gemaakt. Vanaf de geboorte waar ze niks, noeken maar niks wat aan kunnen doen. En dan worden ze toch nog zo ontzettend benadeeld. En daar val ik natuurlijk zelf ook onder. En je ziet waarschijnlijk al dat mijn stem, dat het me al wat aangrijpt en aanvliegt. En dat klopt ook. Want dit zit mij al heel snel ontzettend dwars. Dan komen we bij het laatste onderdeel van dit verhaal. Blijf er nog even bij. Je bent goed bezig. Complimenten dat je het al 12,5 minuut van met mij kan uithalen. Top. Gelukkig leven. Ik wil een gelukkig leven. Maar mijn invulling van een gelukkig leven betekent dingen oplossen. En betekent niet ergens voor wegvluchten of maar vergeten en zeggen, ah, het is niet zo belangrijk. Daar heb ik ook al eens een keer een andere video over gemaakt, waarom het zo belangrijk is om achter je mening te blijven staan en door te blijven gaan. Maar dit is ook dus een onderdeel waarom ik vaak problemen heb. Ik ga namelijk het conflict aan. Omdat als iets krom is of fout, dan moet het recht worden gezet. Vroeger hadden we dat ook. Als je naar school ging en je had elkaar geslagen, dan kwam de juf of meester dan erbij en die verplichtte jou dat je weer vriendjes moest zijn en het weer goed moest maken. Dat vinden we schijnbaar heel normaal. Maar als wij ouder worden, als we de 18-jarige wettelijke grens van leeftijd passeren, dan opeens verandert het hele verhaal en dan wordt het zo van, nou, als jij niet kan vinden in onze manier, dan moet je het maar lekker weggaan, wegvluchten, denken, vergeet het maar, jezelf niet belangrijk vinden. Daar ben ik niet zo van. Ik ben namelijk van het oplossen. En als iets krom is, en dat wordt ook gezegd tegen je dat het krom is, dan heeft de andere persoon het maar aan te nemen dat het inderdaad ook krom is. En dat er wat aan gedaan moet worden. Niet de zender is per se het probleem. De ontvanger kan ook wel eens het probleem zijn. En daar wordt geen aandacht aan gespendeerd. Want het is altijd een balans dat het altijd typisch, bij wijze van spreken, altijd rechtsomdenken moet zijn en nooit linksomdenken. Er is een soort van voorkeur van keuzes en denkwijzes. En dat snap ik, want dat is natuurlijk ook weer met mensen zonder autisme. Die zijn ook zo geprogrammeerd, dus het argument is ook voor hun van toepassing om dat te kunnen. Maar het is wel verdomd kut dat als je dan geboren bent met een aantal van deze eigenschappen, dat het eigenlijk er direct op uitkomt of je nou wel een prettig leven hebt of geen prettig leven. En of jij wel
in situaties belandt waar je niet altijd echt wat aan kan doen, maar daar toch de gevolgen van ondervindt. Dat is niet eerlijk, daar moet wat aan gedaan worden. Ik kan het op zich voor mezelf niet tegenhouden om, om in die problemen te geraken. Ik probeer er juist zoveel mogelijk uit te blijven, want ik heb er al genoeg. Dus als ik het niet kan voorkomen, dan moet ik mijn capaciteit, dus mensen om me heen, verzamelen die het voor mij willen oplossen. Want dat wordt dan de manier hoe het wel kan en hoe het wel opgelost moet worden. En dan moet ik gewoon heel wat mensen tegenaan gooien. Het is gewoon niet anders. Ik hoop door dit nu uitgelegd te hebben dat het voor jou, voor jullie, voor iedereen nu duidelijk is waarom ik verhoudingsgewijs zo vaak in de problemen geraak. Het is niet omdat ik dat wil. Het heeft echt ermee te maken dat ik tegen dingen aanloop die gewoon krom zijn en nog niemand het ooit is verteld hoe krom sommige dingen zijn. Dus ik zou graag willen dat ik wat meer erkend word, ook mijn bewijs wat meer erkend wordt. Want ik bedoel het goed. Ik ben niet uit op ruzie, maar ik ben wel uit op oplossingen en voor mezelf een gelukkig leven hebben. En alles wat me daarbij in de weg staat, ja, dat pak ik aan om het op te lossen. En als jij op een positie zit om dat te kunnen oplossen, dan verwacht ik van diegene dat diegene meewerkt aan de oplossing. Lijkt me niet meer dan fair. Afijn, ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken van deze video. Niet boos zijn, dat ben ik al. Dus dan ben ik ook wel even voor jou boos. Zo, klaar, opgelost, nu kunnen we weer smilen. En ik wil je hartstikke bedanken voor het kijken van deze video. Deel het rond. En ik zeg, het gaat je goed. En ik zeg, nou, ik zeg wel heel veel dingen. Maar ik zeg zeker op het laatst, houdoe hè. Dus, houdoe.